Rijnberg was iets eerder, maar de heer Erkens mag eerder. Dat is mooi, dank u wel. Dat mag. Nou, voorzitter, misschien door op het onderwerp waar ik eerder een interruptiedebatje met de heer Omtzigt over had. Dus inderdaad, de impact van zijn amendement op de energiebelasting. Hij gaf aan dat er misschien een ander amendement komt, of dat is er al van 1/3, 1/3, 1/3. Dan zou mijn vraag zijn, waar is die verdeling op gebaseerd? Wat is de impact voor het Veerkracht- en Herstelfonds, zoals de heer Van der Lee zei? We hebben vragen over de blokverwarming. Is dat uitvoerbaar op korte termijn? Daar hebben we voor mij ook lange debatten met elkaar over gehad rond het prijsplafond. Daar was de heer Omtzigt terecht ook kritisch op, die uitvoerbaarheid toen de tijd. En aan de andere kant, wat is de impact op die hoteliers? U gaf ook aan, nou, de dakloze opvang, daar zou je misschien nog kunnen compenseren. Dat valt er nu onder. Gegeven al die vragen die ik nog heb over de uitvoering. Als ik had gestaan waar de heer Omtzigt stond, en hij stond nu in een interruptiemicrofoon, had hij dat als zorgvuldig gezien, dat abonnement? De heer Omtzigt. In vergelijking met de wijze waarop de regering energiebelasting enorm aan het verhogen is. Hij was namelijk vorig jaar 46 cent en wordt nu naar 56 cent verhoogd. En inclusief BTW kom je dan in de regio van 70 cent uit. Is dit zorgvuldig? Want de bal die ik gewoon terug heb in het regeringsvak is, vorig jaar is de belasting op gas fors verhoogd om gedeeltelijk het prijsplafond te betalen. Dan gingen we ervan uit dat het er weer vanaf zou gaan. Maar in plaats daarvan komt er een forse verhoging. Die vind ik zodanig onzorgvuldig richting de huishoudens, dat ik dit noodzakelijk vind. Ik ben hier een paar weken mee bezig geweest. Dus er zit een voorziening voor blokverwarming in, waarvan ik hoop dit uitvoerbaar is. Voor de blokverwarming zeg ik dit tegen de heer Erkens, voorzitter. Dat als het tweede amendement aangenomen wordt, dan gaat van die €200 energiebelastingkorting, dan gaat daar 65 euro gaat via de gaskorting, via de blokverwarming, €65 via de elektriciteitskorting en €65 via de korting, via de heffingskorting. En dan, als er een probleem is, gaat het om een probleem van €65 per jaar voor mensen met een blokverwarming. Dus als het een uitvoeringsprobleem is. Dus dat is van een totaal andere orde van grootte dan vorig jaar, waar het soms om €1000 per blokverwarming aansluiting ging. Dus ik hoop dat het uitvoerbaar is en heb daar ook begrepen dat het uitvoerbaar is. Dat ligt daar ook. Maar het gaat wel om andere sommen. Ja. Twee, voor de hoteliers heb ik u aangegeven. Dit is een politieke weging geweest. Ik heb bewust niet gekozen voor 1 januari 2024, omdat dan het probleem dat de heer Erkens aansnijdt echt wel groot zal zijn. Omdat hotelovernachtingen vaak toch wel iets langer van tevoren geboekt worden. Maar ik denk dat een termijn van 7-8 maanden goed uitvoerbaar is. En ook andere jaren hebben we met dat soort termijnen BTW verhoogd of verlaagd. Dank u wel. En voor de dakloze opvang, voorzitter, heb ik een toezegging gedaan. Dat betekent dat het tegemoetkomen van huishoudens een klein beetje minder wordt, maar ik vind het volledig terecht wat de collega's hier zeggen. En dat zal ik dan toevoegen aan de begroting waar de dakloze opvang op zit. En de begroting VWS voor de huizen waar ouders van kinderen zitten die in het ziekenhuis blijven. Ja, voor dan nog een vraag over de 30% regeling, de stapsgewijze afbouw. Volgens mij een aantal weken terug heeft de heer Omtzigt samen ook met ons voor een motie gestemd om inderdaad de 30% regel gerichter in te gaan zetten. Voor mij loopt dat ook vanuit het kabinet nu om dat verder uit te zoeken. Waarom kiezen we er dan voor om alsnog die regeling nu zelf per amendement in een aantal stappen af te bouwen? En ja, weet u dan ook zeker dat dit niet een grote klap voor het vestigingsklimaat kan zijn voor een bedrijf als ASML, waarop het trots aan het hier in Nederland zit? Ja, voorzitter, er zijn twee problemen met de 30%-regeling. De 30%-regeling, dat bleek ook uit het rapport gisteren. Waar alle andere specifieke regelingen die landen hebben beschikbaar zijn voor een paar duizend mensen in dat land die specifiek op een bepaalde kennis binnengehaald worden, zijn er in Nederland 100.000 mensen die van dit belastingvoordeel genieten. En daarom is het terecht dat we de regering gevraagd hebben, kijk nou hoe je de kring van de mensen die het genieten kunt beperken. En ik hoop dat dat ook verder gaat. En ik heb er wel ideeën over, maar op dit moment is het in ieder geval best wel uitvoerbaar, want als je eigenlijk alleen een inkomensniveau hanteert, ja, dat is nog wel te doen. Maar als je een arbeidsmarkttoets moet gaan doen, ja, die is gewoon ingewikkelder. Ik zie het al lang weer voor me hoe zo'n arbeidsmarkttoets gaat werken. In het verleden was het wel vermakelijk, want voetballers in de Eredivisie kregen hem wel, in de Eerste Divisie niet. Het zou toch wel een groot risico voor al die Ajax-spelers zijn, zeg ik er dan maar bij, dit jaar. Voorzitter, het tweede punt zie ik wat minder scherp. ASML is een heel mooi bedrijf. Dat heeft een omzet van 6,7 miljard per kwartaal, met een winst van 1,9 miljard per kwartaal.
Er is geen bedrijf dat zulke winstmarges maakt. Bijna 30%. En als je zo'n bedrijf denkt dat het alleen maar hier zit vanwege de 30%-regeling, dan zou dat toch wel buitengewoon triest zijn. Dank u wel.